Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 18 september 2015. Dit is het bulletin van vrijdag. Ja, gisteren helemaal vergeten, maar het was gisteren de 400ste Daily Minutes. Vandaag dus de 401ste. En verder is het vandaag de 160ste al op de Korte Golf. En de 175ste uitzending van PA00 Nieuws vanavond om 10:30 op PI3UTR. Je moet er even naar zoeken, maar bij de vragen en antwoorden over de registratie op de site van Agentschap Telecom staan nog een aantal aanvullende zaken over de betaling voor de registratie. Agentschap Telecom komt niet sneller in actie nu er betaald moet worden. Het is de ernst van de storing en de impact die dat bepalen. Ook wordt nu niet meer toezicht gehouden. De factuur voor de betaling wordt in januari verstuurd en het is mogelijk om er bezwaar tegen aan te tekenen, hoewel de vraag natuurlijk is hoe kansrijk dat is. Andere informatie is dat de regeldruk door de maatregel niet toeneemt. Op de site van de Veron wordt een onderwerp behandeld dat veel amateurs bezighoudt. De storing door PLC, Powerline Communication, is nog steeds een storingsbron die veel amateurs en doorn in het oog is, zo schrijft Veron.nl. De Veron EMC-EMF-commissie meldde in Electron september 2013 dat zij overleg met KPN heeft gevoerd over de modellen van KPN die storing op de amateurbanden veroorzaken. Uitkomst was dat KPN op de DVS-modellen, die geen notches voor de amateurbanden hebben en storing veroorzaken, passende maatregelen neemt, zodat er wel notches voor de amateurbanden in aanwezig zijn. Namens de Veron informeerde HB-lid Peter Zwamborm, PE1GEX, bij KPN over de klachtenafhandeling van de storende PLC-adapters. De info die Peter van KPN kreeg over 2013 luidde als volgt. We hebben sinds augustus 15 meldingen binnengekregen, waarvan er 11 naar behoren hebben kunnen afhandelen. 3 hebben we niet kunnen helpen, omdat de melder geen storingsbron kon vermelden. Eenmaal wilde de KPN-klant geen medewerking verlenen. In heel 2014 kwamen er 18 meldingen, waarvan er 16 naar behoren afgehandeld zijn. Eenmaal werd er op voorhand een mogelijke komende storingsbron gemeld en eenmaal kon de storingsbron niet vermeld worden. De gegevens over 2015 die lopen tot aan maart en zijn dus erg beperkt. De 3 meldingen die binnenkwamen werden naar behoren afgehandeld dit jaar. P1GEX zegt nog het volgende. We kunnen tevreden zijn over het percentage van goede afhandeling van deze storingsklachten. Het totaal aantal klachten dat KPN ontving was voor ons wel verrassend laag. Zeker gezien het aantal klachten die wij op diverse zendamateurforums en op social media lezen. Maar ook op de afdelingsbijeenkomsten horen. We willen iedereen er dan ook op wijzen, of men nu wel of geen Veron-lid is, dat men nog altijd gebruik kan maken van deze regeling. De Veron heeft met KPN deze regeling namelijk voor alle radioamateurs van Nederland bedongen. Tot nu toe heeft deze regeling 30 amateurs geholpen en dat kunnen er vast nog meer worden. Klachten over PLC-adapters van KPN kunnen gemeld worden bij het speciale e-mailadres Delta Victor Sierra minteken Zulu Alpha. Dus Delta Victor Sierra minteken Zulu Alpha, apenstaartje kpn.com. Belangrijk is dat de storingen ook bij AT gemeld blijven. Op de VR 2015 riepen de EMC-EMF-commissie en PNGEX namens het HB al op om klachten bij Agentschap Telecom en onze EMC-EMF-commissie te melden. Alleen door dit te doen ontstaat een realistisch beeld van de storingsproblematiek die wij zendamateurs ondervinden. Op het halfjaarlijkse amateuroverleg kunnen we met AT dan ook met betrouwbare cijfers over deze klachten en afhandeling praten. Blijf de klachten daarom dus ook melden. Het is verrassend hoe weinig mensen de storing melden. Conclusie van de Daily Minutes is dat mensen waarschijnlijk vaak denken dat de storing melden toch niets oplevert. Dat hoor je ook bijzonder vaak op de band bijvoorbeeld. Het artikel op Veron.nl laat echter op zijn minst voor een flink aantal gevallen exact het tegenovergestelde zien. Als je dus geconfronteerd wordt met een probleem met PLC, meld dit dan dus zeker bij Agentschap Telecom en bij de EMC-EMF-commissie. En meld als het om een KPN-router gaat ook zeker via het speciale adres bij KPN. Het lijkt erop dat dit goed werkt. Alles te vinden dus op www.veron.nl. Ja, ik weet niet of het op de achtergrond te horen is, maar mijn katten die enorm kabaal. Het is 5:30 etenstijd. Maar goed, ik had nog wat over mijn katten te melden. Ze blijken dus dol te zijn op cactus. Als experiment, ik wilde wat kamerplanten gaan neerzetten. Als experiment had ik een cactus met grote gemene stekels gekocht, omdat de lieve diertjes er dan wel vanaf zouden blijven. De komst van katten in mijn huis in 2001 betekende ook een rap verdwijnen van alle kamerplanten door een verregaande sloopzucht. De stekels van deze nieuwe cactus bleken inderdaad een goed idee. Enthousiast begonnen de beesten het nieuwe groen in het huis te besnuffelen. Het prikken van de sterke stekels schrok ze in eerste instantie flink af. Ja, ik kan mezelf niet meer verstaan door de herrie. En na een minuut echter begon de slimste van de twee katten met haar kin in de afgaande richting langs de stekels te aaien, zodat ze niet geprikt kon worden. Na een paar seconden klonk het krak, 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 waarbij het natuurlijke prikkeldraad één voor één naast de cactus op de vensterbank viel. Net voor ze haar tanden in de cactus kon zetten, heb ik die dus voor een wisse verminkingsdood kunnen behoeden. Verdikke me. Is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.
Vandaag het 33e morsewoord. Ik lees eerst de letters in alfabetische volgorde en daarna komt een paar keer het woord. Het is een lastige. Echo, Foxtrot, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, Oscar, Romeo, Uniform.